dat hele toekomstbeeld met die Internet of Things. Als dat nou kwetsbaar is. Waarom doen we dat dan? Nou, dat is hartstikke leuk. Innovatie. Dus dat moeten we ook zeker niet vergeten. Dat we onze slimme omgeving zo kunnen gebruiken dat wij er het beste van kunnen maken. Dat is wat Eneco in ieder geval wil met Toon. Dat is ook wat de andere energiebedrijven willen met hun slimme thermostaten. Dat is ook wat een toenemende groep aan innovatieve bedrijven heeft. Die allerlei netwerken aanleggen, dingen die gaan praten. De auto wordt slim, alles wordt slim. Hoe doen we dat? Daarover gaan we praten met twee heren die de hele dag niks anders doen. We hebben namelijk hier de founder van Triggy en ook de CEO van Qubi. Dames en heren, hartelijk applaus voor Arjen Noorbergen en Hans Valk. Dit is Arjen en dat is Hans. Ja. Hans, je bent de CEO, oftewel de baas van Qubi. Qubi is het bedrijf dat de Toon aanbiedt op de markt. Je werkt eerst bij Eneco en sinds kort inderdaad de baas bij Qubi. Ja, klopt. Arjen, je bent de baas van Triggy. Dat is een platform waar allerlei Internet of Things dingen samenkomen. Maar je bent ook een van de founding fathers van de Toon. Je bent er heel lang geleden mee begonnen. Dus ik wil graag horen hoe dat ging in de beginjaren toen Toon nog een klein toontje was. Maar je bent van de innovatie, dus je kijkt vooral naar de toekomst. Ja. Triggy, nou, ik weet niet of u daar wel eens van heeft gehoord. Het was laatst zelfs op het journaal. Dat dan jullie eigenlijk een platform hebben dat niet alleen een Toon, maar ook slimme stekkers, lampen, koelkasten, weet ik het wat. Alles kan samenwerken op één platform en met elkaar kletsen. Dat is een mooie toekomst. Ik kreeg op het journaal natuurlijk ook meteen een zure professor Bart Jacobs. Die zei, oh, dat is allemaal te hek, dat is allemaal gevaarlijk, weet ik het wat allemaal. Ransomware heb je thermostaat. Ransomware heb je thermostaat, daar gaan we het vandaag zeker ook nog over hebben. Maar eerst, wat is jouw ambitie met Triggy? Als jij over 10 jaar kijkt, wat is Triggy dan? Nou, over 10 jaar hebben we, als het goed is, 100 miljoen gebruikers. Hè. Dat is de ambitie die we hebben uitgesproken. Nee, de gedachte is, met Triggy willen we dingen maken en dingen aan elkaar kunnen koppelen die nu niet aan elkaar te koppelen zijn. En dat is een beetje begonnen in mijn Qubi-tijd. Hè. Ik ben een van de oprichters van Qubi en daar zagen we een beperking. We wilden meer, ik wilde meer. En dan ga je naar de productontwikkelaars en zeg je, de thermostaat moet kunnen twitteren. Nou ja, dat wilde, ja, nou goed, in ieder geval, die vragen die kwamen ook wel voor. Ja. Dus we dachten, nou, als je nou connected devices aan elkaar kunt koppelen en ook andere diensten daarbij kunt betrekken. Hè, dat je misschien een eventje uit je thermostaat zelf kan loggen in een Google Doc of weet ik veel. Hè, als je diensten aan elkaar kunt gaan koppelen en daar zelf samenwerking tussen kunt gaan organiseren, dan kun je heel veel mensen helpen. En kunnen mensen zelf nieuwe dingetjes gaan verzinnen. Ja, nou, wat kun je een concreet scenario noemen? Stel, ik ben zo'n gebruiker. Wat zou dan handig zijn voor mij? Het is misschien niet een alledaagse voorbeeld. Mijn vrouw heeft een connected auto gekocht. Daar kun je op afstand de verwarming mee bedienen. En die wil je dan natuurlijk gewoon koppelen aan thermostaat. Ja. Waarom, zul je dan afvragen? Als 's morgens je huis lekker gaat opwarmen. Dan kun je ook even tegelijkertijd je auto laten opwarmen. En als je dan buiten komt, dan staat de buurman te krabben en jijzelf niet. Okay. Nou, als je dat, ik kan het ook met een app doen natuurlijk. Dus we lossen wat dat betreft geen wereldprobleem op. Maar we zien zoveel dingen verbonden zijn. Ja, dat bij mij mijn handen beginnen te jeuken om het allemaal aan elkaar te koppelen. Nou, dat kan niet allemaal zelf programmeren. Dus als je nou een platform bouwt waarbij het wel zelf makkelijk kan, dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. En die ambitie hebben we aangegrepen. Lossen een wereldprobleem op. Nou ja, laat ik daar eerlijk over zijn. Dat niet per se. Ja. Maar is het vooral gemak? Het is vooral gemak. Het is, met de mogelijkheden die de apparaten bieden, kun je je leven wat leuker maken, wat makkelijker, misschien wat veiliger, goedkoper. Ja. Hans, de Toon, dat is ook echt zo'n knooppunt binnen die Internet of Things. Kun je ook eigen je huis gaan bedienen. Gemak. Is dat de hoofdreden van zo'n slimme thermostaat of zit er meer achter? Nou, ik denk dat dat per gebruiker verschilt. Weet je, uiteindelijk is het, ik geloof niet dat er één gebruiker is die hetzelfde beeld heeft bij een Toon. Ja, als je kijkt naar hoe wij ooit begonnen zijn, en dat was inderdaad een paar jaar geleden toen de Toon nog een toontje was. Toen was het voor ons echt een device. Om onze klant inzicht te geven in energie en daarmee energie te besparen. Zo zijn we ooit begonnen. En eigenlijk is het gradueel ontwikkeld en hebben we een hele andere visie ontwikkeld, waarin we zeggen, Toon is veel meer een platform.
is een platform waarop je diensten ontwikkelt, waarmee je je klant bedieningsgemak geeft, of energie laat besparen, of zelfs veel breder straks met beveiliging tot en met assisted living diensten. Ja. Dus voor mij is het van een slimme thermostaat steeds meer ontwikkeld tot echt de hub in het huis, het platform waarop je een aantal diensten gaat aanbieden. Ja. Maar dat eerste dat moet je toch even uitleggen, want dat vind ik toch een beetje raar. Je bent een energiebedrijf, jullie leven van het energieverbruik van mensen. Ja. En dan ga je ze helpen minder energie te verbruiken. Ja, dat is dus net als dat de bar hier zegt van we gaan je leren minder drinken. Maar dat blijft ook. Uiteindelijk is het inderdaad, elke keer moet je gaan uitleggen dat je als bedrijf een businessmodel hebt en dat je eigenlijk je eigen businessmodel om zeep aan het helpen bent. Ja. Nou, dus wij waren eigenlijk de eerste disruptor die er in Nederland was. Dat doen we namelijk al jaren dit. Nee, uiteindelijk, we zijn gewoon een commercieel bedrijf. Laten we daar heel duidelijk over zijn. En Neco moet ook geld verdienen. Het grappige is alleen dat wij bieden een dienst aan onze klanten die ze helpt om energie te besparen. En met Toon kun je ongeveer tussen de 5 en 10% besparen op je energie. Het grappige is, doordat wij daar een maandelijks bedrag voor vragen, genereren we inkomsten. Die inkomsten zijn hoger dan de marge die wij maken op de energie die klanten nu besparen. Dat is in dit geval voor de klant, levert het een veel grotere besparing op dan dat hij maandelijks aan ons betaalt. Het geld wat wij verdienen met die 3,5 euro die wij per maand in rekening brengen, is hoger dan de marge die wij verliezen. Dus even heel simpel, het is een win-win. De klant bespaart energie, wij verdienen nog steeds net zoveel en het is ook nog eens een keer beter voor het milieu. Ja. Ik geloof dat er eerst keer geen moer van. Ik heb het hem heel lang uit moeten leggen. Ja, precies. Ja, maar jij bent ermee begonnen. We kwamen met die Toon inderdaad. We kwamen in gesprek erover. Het was natuurlijk wel gek inderdaad, hè, wat je zelf al zegt. Maar ik heb wel even na zitten rekenen inderdaad. Als ik nou 100 euro minder aan energie uitgeef en dan maakt Eneco, laten we zeggen, een tientje marge op. Hè, want ze hebben natuurlijk ook de inkoopkant van de energie. Ze kunnen er meer voor vangen dan is het voor iedereen. Maar ik heb wel een paar keer na moeten rekenen. Ja, sorry dat ik een beetje teleurgesteld ben. Ik had echt zo'n toekomstvisie van de klant. Is niet alleen consument, maar die gaat ook energie produceren. Hè. Dus ik kan ook op mijn slimme thermostaat, of het nou een Toon is of een andere, kan ik zien hoeveel mijn zonnepanelen leveren. Dat gaat dan naar mijn auto en die auto rijdt naar een bedrijf toe en als dan de energieprijs net daalt, kan die daarmee opgeladen. Ik zag echt zo'n wereld vormen, dat alles slim zou zijn en dat we eigenlijk het energiegebruik heel constant konden houden. Dat de centrales niet hoeven pompen en weet ik het wat allemaal. Maar het is misschien naïef of zo. Misschien heb ik jullie voor het energiebedrijf. Nee, ik denk even, als je het heel concreet zou maken, als je nu bij Qubi naar binnen wandelt, daar staat er een demo-opstelling met een Tesla Powerwall, een grote batterij, gekoppeld aan zonnepanelen die op ons dak liggen, gekoppeld aan lichten en gekoppeld aan nog wat keukenapparatuur. Ja. En eigenlijk zijn we daar precies dat al aan het doen. Het is dus continu het balanceren van hoeveel zon wordt er op dit moment, hoeveel wordt er opgewekt door onze zonnepanelen, gaat er terug het net in, omdat de prijs van stroom op dat moment interessant genoeg is om echt zelf te gaan terugleveren. Of slaan we het even op in een batterij, of moet ik het in de keukenmachine stoppen omdat dat ding aan staat. Dus dat balanceren eigenlijk van vraag en aanbod, dat zijn we nu al aan het doen. Oké, dat gebeurt nu al. Ja, en dat zie je in Nederland overal al wel op kleine schaal gebeuren. Wij zijn dat ook aan het testen. Ik geloof zelf, en dat is dan wel denk ik een leuk voorbeeld, dat je moet het heel erg aantrekkelijk gaan maken voor consumenten. Want heel eerlijk, ik ben ook gewoon een consument. Als het mij te ingewikkeld wordt en ik moet heel veel geld gaan investeren om een paar tientjes per maand te besparen, ga ik het niet doen. Maar we hebben een voorbeeld van wat ik een hele leuke toepassing vind, is Jetlix. Dat is ook een van de start-ups van Eneco. En dat kunnen we op Toon precies hetzelfde doen. Iedereen met een elektrische auto, die komt meestal s'avonds rond de uur of 6 thuis. Nou, wat doe je dan? Je stopt je stekker in het stopcontact en die auto begint te laden. Ja. Laat dat nou net het moment zijn dat het meeste stroomverbruik van de hele dag is. Want iedereen komt thuis, lichten gaan aan, iedereen gaat koken. Dan moet je niet gaan dus laden. Dus wat je niet wil, is een auto gaan opladen. En zeker geen auto als een Tesla, want dat vraagt enorm veel vermogen. Ja. Dus wat je het liefst wil, in het kader van energiestroom balanceren, is dat er iemand later gaat opladen. Je wil ook weer niet s'avonds om 5:30 s'nachts om 9:30 nog naar buiten lopen en die stekker aanzetten. Ja. Dus we hebben een heel simpel appje ontwikkeld, wat eigenlijk jouw auto koppelt aan onze windmolens op zee. En wat wij dus, wat we in de basis doen, is zeggen, goh, hoe loopt de stroomprijs? Nou, naarmate het later op de avond wordt, gaat het harder waaien op zee. En wordt er ook minder stroom gevraagd, dus dan zakken de energieprijzen. Ja. Dat is het moment waarop het appje zegt, en nu ga ik laden. Oh, dus dat je ook wel echt die markt gaat besturen met slimme... Ja. Dat is een mooi Nederlands demand response. En het leuke is, en dan wordt het, vind ik, heel erg interessant.
Wat we dus doen, dat levert voordeel op. Dat levert voor een energiebedrijf voordeel op, want die houden hun gebalanceerde energiestroom. Zodra er te veel gepiekt wordt, moet het energiebedrijf extra gaan betalen. Ja. Omdat je als consument helpt om die energiebalans op peil te houden, of in balans te houden. Dat levert ons geld op als energiebedrijf. En eigenlijk heel simpel, de winst delen we met de gebruiker. Ja. Dus je krijgt gewoon eigenlijk, het is een app waar je geld mee kunt verdienen. Ja. Maar dan gaat die toon, die geeft dus informatie over vraag en aanbod van energie. Ik noemde al eerder dat boek Blackout. Ja. Daar gingen ze in Zweden en Italië, gingen ze al die hun toon, zal maar zeggen. Nou, het waren slimme meters overigens. Okay, maar die gingen dus valse signalen geven, waardoor dat hele vraag- en aanbodmodel in elkaar donderde. Is dat plausibel? Nee. Laat ik nou. Het is altijd heel gevaarlijk als je heel resoluut nee zegt, maar als ik even kijk naar de toons nu, de data is lokaal gestoord. Nou, als ik kijk naar de resultaten van vandaag. Opgeslagen, niet gestoord, maar het is opgeslagen. Opgeslagen weer, ja. Als je kijkt naar wat wij nu doen, maak ik me daar niet zo'n zorgen over. Okay. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik had vandaag wel een wat vreemde ervaring met de andere juryleden die steeds harder begonnen te glimlachen bij iets waar ik steeds zenuwachtiger van werd. Ah, en elke keer, bij elke volgende case zei ze, ja, deze is echt heel leuk. En dan werd ik nog zenuwachtiger. Dus ik moest nog heel even zeg maar wennen aan wat we hier vandaag aan het doen zijn. Maar... Wat dat betreft, ik zit nu een beetje journalistiek door te prikken over het hoe en waarom. Maar echt respect dat jullie je eigenlijk zo kwetsbaar willen opstellen. Hè? Ik bedoel, in 300.000 huishoudens draait dat ding. Nu eigenlijk, jullie hebben mij vertrouwd in 40 betrouwbare mensen te vinden die jullie niet kennen, waarvan jullie ook niet de namen krijgen, om los te gaan in vol vertrouwen. Hoe heb je dat ervaren vandaag? Voor het spannend? Of dacht je van, ze vinden toch niks? Nou, heel eerlijk, vooral met de jury, omdat ze zo begonnen te glimmen van al die dingen, werd ik wel een beetje zenuwachtig. Ja. We hebben daar heel goed over nagedacht. En we hebben bewust gezegd, we moeten dit doen. Uiteindelijk, onze klanten vertrouwen ons. En ze vertrouwen erop dat wij een product leveren wat stabiel is, wat veilig is en wat het altijd doet. Met degene voor ons die allemaal geschetst hebben wat de risico's zijn, kun je niet simpelweg als bedrijf alleen meer vertrouwen op het feit dat je het goed doet. Dat vind ik ook wel een beetje ouderwets. Dat is een beetje van de grote corporates. Okay. We geloven vanuit de NECO juist heel erg dat je als een ecosysteem moet werken. Ja. Nou, in dit geval in een ecosysteem met hackers die ons challengen en waarbij je goede afspraken maakt met elkaar. Ja. Dus ik vind het juist heel erg mooi dat we dit doen. En dat het een beetje spannend is, vind ik ook wel weer leuk eigenlijk. Ja, okay. Jij helpt nu de toon volwassen te worden. Terwijl het was jouw kindje. Het was 2003 of zo, heb je met een compagnon dat in elkaar geknutseld. Hoe ervaar jij dat? Eigenlijk jullie kindje getraind, misbruikt, hoe wil je het noemen? Ik vind het een super gaaf initiatief. Ik ben allereerst ontzettend trots dat inderdaad Hans dit ook wel aandurft. Dat is ook inderdaad wel vertrouwen. Hè? Ineco heeft QB overgenomen. En je moet nog maar zien wat erbij zit. We hebben in het verleden wel eens wat ethische hackers losgelaten op de toon in een eerder stadium. En dan gaan mensen aan de gang en die schrijven dan rapporten, daar lusten de honden geen brood van. Ik was leverancier aan Eneco en dat rapport dat moest natuurlijk naar Eneco. Dus ik moest dat natuurlijk allemaal bagatelliseren, dat het allemaal niet zo erg was en dat we dat snel konden oplossen. Zo deden we dat toen. Dat zijn steeds moeilijker te kijken dan. Hè? Dat zijn natuurlijk momentopnames en ze vinden ook dingen niet. Dus het is echt wel belangrijk. Je hebt als fabrikant, leverancier van zo'n apparaat wel een verantwoordelijkheid om dat gewoon goed te doen. En ik vind het een waanzinnig goed initiatief. Ja. Maar laten we wel zijn, in die begintijd werd je ook niet zo heel veel gebruikt en je bent vooral met innovatie bezig. Dus je kon ook wel iets meer risico nemen in die periode. Echt super secure zijn? We hebben wel met Eneco natuurlijk wel vragen gehad. Eneco was natuurlijk een corporate en eigenlijk nog steeds wel. Dus er zit een security officer die zegt, zo'n product van een start-up uit 020, dat kan natuurlijk niet. Wij als Eneco doen uitsluitend zaken met IBM en Oracle, want dat zijn... Die producten zijn per definitie veilig. En wat zo'n stelletje gek in 020 doen, dat kunnen we niet vertrouwen. Dus dat moeten we maar eens even goed laten bekijken. Die rapporten uiteindelijk, viel het allemaal nog wel mee. Maar als productontwikkelaar zit je ook een beetje, het is eigenlijk wil je bezig zijn met de ontwikkeling van het product. Maar je moet je ook bezighouden met dingen waarvan je moet je product beschermen tegen slopers van buiten. Maar eigenlijk wil je daar gewoon toch liever niet je tijd in stoppen. Is het wel eens misgegaan?
Dat je te horen kreeg van, er is nou toch wat gebeurd, Arjen, met die toon? Nee. Nou, we hebben één keer... ja. Ik hoor niks. Jij hoort even niks. Van Hans. We hebben één keer gehad. Was een iemand die had ontdekt van ja, de app van de toon die erbij hoorde. Als je die nou maar draait in een container ergens, dan kan je een beetje dat gaan zitten reverse engineeren. Dan kun je zien van hey, wacht even, zo communiceert die app met de toon. Mm-hmm. En er is iemand geweest die heeft gezegd, nou ja, dat kan ik wel nadoen. Hè? Een iPhone en een Android app. En er is iemand geweest die heeft gezegd, nou dan maak ik op basis daarvan een Windows phone app. Die had je toen nog, Windows phones. Dus gewoon een gebruiker. En die heeft dat gepost. Oh. En ja, toen ontstond de consternatie bij Eneco van ja, wacht even, hier is een app met een toon. En ja, dan moeten mensen een username en password intypen. Is dat niet misschien een phishing app? Of nou goed, ik heb uiteindelijk die vent aan de lijn gehad. En zegt, ja, nee, ik vind het gewoon jammer dat er geen Windows Phone app is. Dus ik heb het zelf maar even gebouwd. En er waren andere mensen om me heen. En die vonden dat eigenlijk ook wel leuk. Dus ik zeg, nou ja, ik denk, ik publiceer hem maar. Nou, paniek en consternatie alom. Maar de grap, nou, dat werd een hele e-mail trail. Ook met in één keer, nou goed, en alles iedereen erbij. En toen kreeg ik een mailtje van de nou, ik zei, nou, volgens mij valt allemaal wel mee. Dit is te goede trouw. En die moeten we juist toejuichen. En toen kreeg ik een mailtje van de CIO van Eneco. Die zei, ja, ik ben het helemaal met je eens. Hij zegt, by the way, ik ben een van de gebruikers van die Windows Phone app. Oh! ik denk dat het goed is om dat nog even erbij te vermelden. Dat ik nog nooit zoveel juichende Eneco-medewerkers heb gezien. Want je moet wel weten dat de Windows Phone de standaard telefoon is die Eneco gebruikt. Dus wij hadden ook een personeelsaanbod voor de toon. Ja, en iedereen zei, ja, ik kan dat ding niet gebruiken, want ik heb een Windows Phone. Dus dat was wel een soort van, wat gaan we doen? Maar die 300 gebruikers, dat waren dus vooral Eneco medewerkers. Maar hoe heb je dat opgelost? Kijk, dat is natuurlijk heel, heel aardig. Dat is ook nog eens een helpende hacker, die gewoon een app maakt die je nog niet hebt. En hij doet het ook nog. Maar ja, dan ligt de controle wel bij ja, een individu ergens op de zolderkamer. Wat hebben jullie toen gedaan? Nou ja, we hebben deze... Ik heb uiteindelijk die man opgespoord en gebeld. En ja, we hebben het maar zo gelaten. En hij zei, oh ja, ja maar goed, ja, misschien moet ik dan toon eraf. Hij had wel gezegd, van, dit is niet een officiële toon-app. Dus hij had zich wel, hè, wat dat betreft, verantwoordelijk gedragen. En hij dacht, ja, dadelijk komen ze nog achter me aan dat ik een merk schend. Hè. Dus hij heeft toon er maar afgehaald en een toonlogo erbij. En ja, we hebben het maar zo gelaten. Ja, dus dan gaat innovatie toch voor op veiligheid op zo'n moment. Nou ja, we schatten toen in dat deze man oprecht was en niet erop uit was om username passwords te phishen met zijn app. Maar dat, ja. Nou, dat zou hij wel kunnen doen. Ja, oké. Okay. Hans, nou, jullie hebben wel eens eerder hackers ingeschakeld bij Toon, maar dan een hackathon. Hè, dat is een beetje een spraakverwarring, maar een hackathon is dan veel meer kijken naar nieuwe mogelijkheden. Wat zou je allemaal kunnen doen? Toevallig hier ook in Rotterdam, met de Rotterdamse Hogeschool. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, grappig genoeg een beetje hetzelfde. Alleen werd ik daar iets minder zenuwachtig van. Ja, want er was iets maken en niet iets kapot maken. Dat moest iets zijn. Daar kon ik nog wel blij van worden. Ja. Nee, dat was het concept hetzelfde. Eigenlijk gewoon teams die je challenge komt met toepassingen waar wij nog niet aan gedacht hebben. En ja, ook daar geldt weer, daar word ik wel heel erg blij van. Wat je ziet is dat mensen heel erg out of the box denken. Het leuke is, en daarom geloof ik ook wel, hè, waar we een tijdje mee bezig zijn, ook met een open API-omgeving... Je moet die buitenwereld naar binnen gaan halen. Want uiteindelijk is het een beetje arrogant om te denken dat wij de beste uitvinding sinds het gesneden brood naar de wereld toe gaan brengen. Ja. Juist door partijen te betrekken, komen er oplossingen die je zelf niet kunt uitvinden. Ja, en dat is ook wat we vandaag hebben gedaan. Hè? Ik bedoel, Toon wordt natuurlijk intern getest. Jullie huren ook af en toe bedrijven om dat te doen. Vandaag hebben we 40 mensen redelijk divers uitgenodigd. Juist om dat te bedenken, te doen. Waar je zelf niet aan gedacht hebt. Hans, jij komt straks na de pauze terug. Ja. Dan gaan we jou verwennen met de meest erge ellende. Oh, kan niet wachten. Dan krijg je dus te horen wie de most techie, de weirdest en de most dangerous hack heeft gehad. Dan kom jij terug op het podium. Ja. Nou, Arjen, jij mag gaan ontspannen en vooral lekker verder door innoveren met Triggy. Dames en heren, even een hartelijk applaus voor Arjen Noorbergen en Hans Valk. Dankjewel.